Antonio Carluccio's reuzenravioli met verrassing. Draai in de keukenmachine van 300 gram meel, 3 eieren en 1 snuf zout een homogeen deeg. Haal het deeg vervolgens door de pastamachine volgens de gebruiksaanwijzing. Stel de pastamachine in op een deegdikte van ongeveer 1 cm en haal een deel van het deeg erdoor. Herhaal dat een paar keer met hetzelfde deeg en pas de dikte stapsgewijs aan tot 1 à 2 mm. Je krijgt dan een heel gladde lap deeg van 15 à 18 cm breed. Snijd de lap deeg in stukken van ongeveer 30 cm lang. Bestuif de helft van de deegstukken met bloem en bedek elk stuk met vershoutfolie. Leg deze stukken op elkaar, rol op en bewaar maximaal 4 weken in de vriezer. De andere helft gebruik je om de ravioli te maken. Steek 8 cirkels van 11 cm doorsnee uit het deeg. Dit gaat gemakkelijk als je een kommetje hebt van dat formaat. Laat ze afgedekt met een schone theedoek rusten tot je ze gaat koken. Kook voor de vulling 600 gram verse spinazie kort in water met zout. Giet af, knijp er zoveel mogelijk water uit. Laat afkoelen en hak fijn. Rasp 15 gram parmezaanse kaas. Meng de spinazie in een kom met 300 gram mascarpone of ricotta, 2/3 van de kaas en 1 mespunt nootmuskaat. Schep het mengsel in een spuitzak. Spuit een krans spinazievulling op het midden van elke pastacirkel en zorg voor genoeg ruimte in het midden om er een eidooier in te leggen. Spuit nog een krans vulling bovenop de eerste en zorg dat er nog steeds ruimte voor de dooier is. De totale hoogte moet 1,5 centimeter zijn. Splits 4 eieren. Leg voorzichtig een eidooier in de open ruimte. Bestrijk de pasta rondom de vulling met water. Leg er een tweede pastacirkel op en druk beide lagen rondom de vulling stevig op elkaar. Zorg dat je het midden niet plet. Gebruik eventueel een vork. Vul zo ook de overige cirkels, zodat je uiteindelijk 4 reuzenravioli hebt. Laat de ravioli rustig in een grote pan met ruim kokend water met zout glijden, 1 of 2 tegelijk, en laat ze 5 minuten koken. De pasta zal nog gaar zijn en de dooiers nog zacht. Verwarm 50 gram boter en 10 verse salieblaadjes in een kleine koekenpan rustig tot de boter schuimt. Leg op elk bord een raviolo en giet de hete boter erover. Bestrooi met zout, peper en de rest van de parmezaanse kaas. De verrassing is de explosie van de heldergele dooier als je je vork erin steekt. Zo maak je Antonio Carluccio's reuzenravioli met verrassing.